Je kan ook maar 600 liplijnen zetten terwijl je maar één lip hebt. Je gaat hier niet voor schut laten lopen. Hallo. Ik ga jou zo pimpen. Jij let maar op, Gabby. Zie je mijn hoofd? Je ziet mijn hoofd toch? Ja, ik zie je hoofd. Gabby, je doet het op mijn manier. Je hoeft niet zo te doen. Oké, we hebben leuk. Wacht even. Leuk dat jullie kijken naar deze video. We zijn op Bali. Mocht je nu denken, hé, wat een heerlijke zomerse setting. Alles van deze. Wanneer jullie deze video kijken, zijn we gewoon weer in Nederland. Wat eigenlijk even je gezicht moeten ruimen. Heb je gezicht geruimd? Heb ik al gedaan. Wanneer? Vanochtend. Dus we gaan een My Boyfriend Does My Makeup video opnemen hier op Bali. We gaan beginnen. Je moet wel zeggen wat je nu doet. Dat is heel belangrijk. Breng even je dagcreme aan. Dan gaan we dit immasseren. Ik kan wel zien dat je een goede arcadeboog hebt. Waar heb jij het over? Hij zit hier boven in je oog. Je arcadeboog. Zo. Hallo, Juju. Vindt hij leuk hoor. We gaan beginnen met een foundation. Om even de oneffenheden weg te halen. Zeg maar. Dat breng je altijd aan op de... Gaan ze nou serieus nu iets maaien? Oké, we hebben even heel vriendelijk gevraagd of ze heel even konden wachten. Dus, we gaan weer verder. Schat, hit it. Ik heb hier ook alle penselen, dus moet je zelf maar kijken welke jij denkt die goed is voor een foundation. Foundation breng je het met de penseel aan. Hoe denk je, hoe wil je hem dan aanbrengen? Een uitdruif met een ding, toch? Nu. Hoe, met je vingers? Ja. Dus doe wat jij denkt wat goed is. Ik ga nu even de foundation aanbrengen. En ik pak hier zo bij de foundation van Imagine Skincare. We doen dit samen met Jane Iredale, Liquid Minerals. We gaan ze mengen, vind ik wel sexy. Weet je waarom? Ik zat net te kijken op haar huid en ik zag dat die twee combi's heel goed met elkaar zitten werken. Dus ik denk, nou, we gaan het eventjes... Het werkt altijd van binnen naar buiten. Mens, wat ben je behaard, man? Zoveel. Dit is te dik, joh. Wacht maar even. Dat komt door die gekke pas weer. We zijn ook nog in Bali, hè? We gaan zo weer naar buiten. Het is toch, ik mag het zo meteen weer eraf halen. Ja, dit is alleen maar voor de make-up. Nee, ik ga zo naar buiten. Dat is de truc. Het moet zo mooi zijn dat ik gewoon naar buiten kan. Dus je gaat me hier niet voor schut laten lopen. Dat komt door die rare kwast dan. Dat is toch geen kwast, jongens? Kijk nou even. Het lijkt... Je moet het ook door middel van rondjes draaien. Dat komt zo. Dat zie je ook vaak bij die vrouwen, die vergeten dan die nek te doen, dus dan heb je zo'n lijn. Oké, dan gaan we nu over naar de concealer. Weet je zeker dat je concealer gaat gebruiken? Een heel klein beetje. Oké. Maar wat doe ik dat? Klein kwastje. Met je vingers dan. Jij mag ook wel een kwastje pakken. Skinny kaaklijn. Gebruik je dit kwastje daarvoor? Toch wel goed hoor. Jezus. Ik ga het even afpoederen. Ik moet even vertellen wat je nu gebruikt. Ik ben nu aan het poederen. Ik zal maar even die glans weghalen. Nou, de basis is erop gelegd, jongens. Ik ben niet zo van een hele dikke gek. Ik hou het meer van de neutrale tinten. Ik hou er niet van als het zo aanwezig is. Dus in dit geval met zo'n warm land als Bali is dat fantastisch. Want dan hoef je niet zo diep te gaan in de make-up. Maar heb je niet iets van een bronzer? Een wat? Van het woord bruin accent die je aanbrengt. Oh, je ziet het maar weer dat ik dat weet. Maar met welke, mag ik gewoon iedere keer, maakt niet uit of je kosten zo meteen naar de malle moer gaan. Nee, dat is juist de grap, dat jij gewoon doet wat jij denkt wat goed is. Ik gebruik de wat is dit? Complexionista van Benefit. Of niet, nee, dit is gewoon, wat is dit? Is dat een merk? Ja, je hebt prima van Benefit. Oké, ik gebruik dan de Bioing Industrial Strength Concealer. Het concealer, ga je weer concealer gebruiken? Oh wacht, dat heb ik al gebruikt, bronzer, sorry. Hallo, hi. Hola, we gaan hola gebruiken hier. Hola. Hola, ja? Dit is dus die streep die ik altijd
zie bij die vrouw die ik denk, zei, jongens, doe het niet zoveel, doe het wat minder. Egaliseren jongens, goed egaliseren. Dat vind ik belangrijk. Weet je, deze, daar is het licht beter dan hier, hè? Ja, zo. Jongens, zie ik nog niet, ik zie de andere kant niet, maar dat gaan we straks wel kijken in het geheel. Hoi, daar zit erop jongens. Oké, we gaan ogen doen. Begin je nou met je mascara als eerste of als laatste? Even nadenken. Als ik dit nu eromheen, poeder, dat doe je dus als eerste. Want anders als je poeder opbrengt en je bananenmascara. Nee, als je eerst de mascara doet en daarna poeder, dan valt het op je mascara. Hey! Scherp! Oké, dan gaan we beginnen met een basiskleurtje voor de oogjes. Eye Color Palette. Schat, doe dat even lekker een ander keertje. Ja, en mij het gewoon niet. Top, dankjewel. Zit jij even gewoon naar achter? Wat ga je dan doen? Wil je gewoon niet bewegen. Ik ga mijn oude oogschaduw aan. Maar welke gebruik je dan? Ik ga gebruiken, als je even wacht voor de kijkers, ben even zelf bezig. Wil jij gewoon zitten en niet vervelend doen? We gaan beginnen met een Maybelline. Maybelline. Wat is het? Line, weet je? Maybelline. Maybelline Gigi Hadid. Gigi Hadid. Gigi Hadid. Wat ga je doen? Oogsluiten. We gaan best wel kinky vandaag. Dat je niet weet. Dus de truc is je hand onderhouden als steun, als basis, dat je rustig goed die rechte lijn gewoon goed kan vasthouden. Kijk naar me kijken, want anders kan ik niet zien of ik gelijk nog even dicht, alsjeblieft. Ben je mooi? Dan stappen we over naar de Delicious W7. Wat voor gevoel? Voel je vandaag roze? Voel je vandaag oranje? Kies maar je moet niet diezelfde kwast gebruiken. Je moet een ander kwastje gebruiken. Dat weet ik, maar ik heb deze net schoongemaakt. Oh, maar hier. Het is zo dik. Kijk hier, ja, maar... er komt niks meer vanaf. Pak een dunne. We gaan roze nu. Nu heeft ze het verpest. We gaan roze. Mag je? Lelijk? Oh mijn god, waarom geef je me roze oogschaduw? Ja, ik denk, je probeert het. Je moet doen wat jij denkt dat het mooi is. Maar ik kan er overheen gaan, toch? Wat een aftanse kleur, jongens. Die wordt er niet, sorry. Kan je het nog verbloemen? Sowieso geen. Ik weet niet. Ik denk dat ik net deed dat lelijk was, maar je weet niet wat ik aan het doen ben. Dan ben je op ver aan het blazen. Fred, let je op, jongen. Kijk, zeg maar. Hoe zeg maar. Het zijn wel een beetje kinky ogen, maar man, ja. Kinky, heb jij met het woord kinky? Ryan als make-up artist, die doet gewoon oogschaduw op oogschaduw op oogschaduw. Nee, dat is helemaal niet. Iedere keer wanneer het misgaat. Drie de meeste analyseert nu. Dan gaan we eerst een oogpotlood en dan een mascara. Dit is de mascara, dit zijn de oogpotloodjes. Ja, eye pencil. Wat is dit nou weer dan? Staat erop, Ryan? Brow wish, dat ik even meer wenkbrauwen. Brow. Oogpotlood tekenen. En voor je wenkbrauwen. Ja. Ga je eerst de ogen afmaken of ga je nu eerst verder met de wenkbrauwen? Je moet even niet zo bij de hand. Jezus, zijn die dingen dik, man. Hoe was het ook alweer? Je deed het toch alleen op vanaf je midden vanuit je ogen naar daar, toch? Vanuit je iris. Die kant op, toch? Schatje, doe wat jij denkt. Wat maar moet. Begin je boven of beneden? Wat jij wil, Sjoe, dat kan allebei. De een begint boven, de ander begint onder. Waar begin jij? Boven. Maar doe jij een hele of doe je een halve? Geef me even een hint. Kijk naar mijn oogopslag en doe wat jij denkt dat het mooiste is. Die dingen zijn niet scherp. Hoe haal ik dat nou weg dan? Want ik heb daar echt een hele lelijke, geflekte, misvormde, dikke punt nagelding. Dus met je vinger of gewoon met het potloodje weer? Je hebt geen wattenstaafje. Ja, heb ik. Mag ik wattenstaafje dan? Belangrijk is dus je punt te slijpen. Zijn we terug in business? Kijk in business. Kan je ook niet knippen, lukt dat? Wat ben je aan het doen? Jezus. Ryan! Smoky eyes! Je moet niet mijn ogen droepie maken, hè? Je moet ze juist liften. Dat doe ik. Slaan met rust. Kijk naar mij. Het is daar één vlek geworden, ik ben er helemaal klaar mee. Ja? Voor jou mag het niet zo zitten, maar ik kan het zo niet. Kijk, hè? Die kant? Nee. Die ben ik echt boos om. Oh, die is wel leuk die. Oké, wat gaan we doen? We gaan ga je eerst klemmen of eerst mascara? Dat weet ik niet meer. Eerst klemmen? Het hoeft niet per se, hè, dit. Oh, mijn god.
Hoe doe je dat? Mijn god. Zo. Nee. Hoe is de vorm van mijn oog? Zo. Mijn god. Dus dat leg je dan. Maar dat kan toch niet, want die dingen zitten toch, dit komt toch tegen je wang aan? Oh mijn god, dit is eng als iemand dit doet. 6 seconden. Mascara. 9 volume. Wat doe je? Je wimpers. Doe je dat vanaf boven? Normaal heb je van die watjes, die leg je hem op de wang. Zo onderop, hier, beneden. Zo. Zoals het gaat lekker. Een beetje veel wimpers ofzo. Hoe kan je dat uit elkaar borstelen? Heb je toch zo'n borstel? Nee, dat moet je met de mascara doen. Met de borstel van de mascara. Hier heb je toch ook een borstel? Nee, dat is voor je wenkbrauwen. Ryan heeft het opgekrokt. Wat doe je? Dit is wel echt wat je denkt. Ja, waarom doe je dat dan ook? Ja, dat kan gebeuren. Hè? Dat gebeurt het beste wel eens. Ook mij. Kijk, hè? Zit er nog steeds. Ah, prima. Zoek het uit. Echt, serieus. Maar je moet even omhoog kijken, want deze haard zit aan elkaar geplakt. Ja, dan moet je, jij moet vanaf onder die borstel. Als ik omhoog kijk, dan ga je het weer misdoen. Jij moet vanaf onder. Dan moet je hem uit elkaar trekken. Ja, en niet zo hard. Niet zo hard. Ja, want het zit helemaal aan elkaar vast, man. Een ander borsteltje, pak deze maar dan. Nee, maar ik moet een droog borsteltje hebben. Ja, deze. Er zit niet zoveel op. Het zit echt aan elkaar gegroeid gewoon meteen. Oh. Ja, jij wilde het door mij laten doen. Je weet hoe ik ben. Ik ben 6 uur bezig. En I give a fuck. What's next? Oké, next gaan we de wenkbrauwen tekenen. Gaan ze eerst borstelen. Om je dikke vriendjes even in goede banen te leiden. Het is zo moeilijk als je op hetzelfde niveau zit. En als je staat, zeg maar. Jongens, jullie weten hoe ik eruit zie, toch? Ik ga staan. Is dit om te tekenen? Ja. Waarom teken je dan? Je eruit draaien. Eruit draaien. Helemaal. Een beetje. Wat doe je nou? Niks. Je gaat zomaar bewegen. Nee, maar zij moeten toch zien wat je doet. Ja, maar je ziet toch dat ik met je wenkbrauwen zo bezig ben. Je ziet het resultaat zo direct. Jongen, ga je even mijn wenkbrauw opfokken hier gewoon. Oh! Ik weet het niet hoor. Je mag even dichterbij gaan kijken. Is het gelijk? Laten we eens kijken. Deze is anders hoor dan die. Dit is een lichtbal. Nou, wank it's done baby. En nu? Lipliner. We gaan echt porno vandaag. Je moet porno. Nee, alsjeblieft. Schat, ik mag falen toch? Ja, nee, maar geen rood. Je denkt toch niet dat ik het zo kan, hè? Voorwaarden, juist. Laura tekent altijd boven haar lippen. Ik teken het precies op haar handje, want ze heeft al dikke lippen van mezelf. Ik vind het mooier om ze nog dikker te maken. Ja, maar ik niet. Want ik vind al die meiden zo lopen, vind ik afstands. Dus ook bij jou. Het is Ryan Das naar make-up, hè? My boyfriend. Niet Laura Das, een beetje van de make-up. Gelukkig heb je tanden gepoetst. Is het daar? Kom hier. Ik wil zwemmen. Dat kan niet, je hebt make-up op. Vandaag word ik niet gezwommen. Hai. Kijk even naar die liplijn, ik weet het niet. Oh, dat heb je mooi gedaan. Je hebt zelfs een beetje omre gedaan. Ja, tuurlijk. Wat denk jij? Mooi, Sjoe. Wow. Lipstick. Hoe gaat dit open? Die is nog nooit open geweest. Dit is wel die kleur namelijk. Zie je het al direct? Oh, je moet wel altijd even vertellen wat je gebruikt. Hai, ik heb net gebruikt de Essence Soft Contouring Lipliner Going Steady. Nu heb ik hier zelf van L'Oreal en het is de 465. Hashtag trendy. Color rich shine. Ja. Maar dit klopt niet met de kleur lipliner. Ja, dat klopt wel. Naar mijn mening. En doordat ik zeg maar een donkere lipliner gebruik, dan ook de sub accentueert die zeg maar ook beter. De buitenkant van je lippen. En dus nog dikke lijpen. Maar je vindt juist niet dikke lippen niet mooi. Nee, jij toch wel? Dus ja. Ik heb dat net voor jou dus nu. Oh, die voor mij gedaan. Ook de buiten heb ik het ook gedaan. Kijk maar even, ik kan ook pas het voorproefje checken. Zie je dat? Oh, woman. Dit vind ik wel lastig om te doen, soms. Ja? Ja, want je weet niet, je lip is nogal verveld. Ik heb helemaal geen katerbanen.
Maar doe je dan extra in het extra op of zo? Ja, dat denk ik ja dus. Yes, lijkt op zuurstof. Jij ja, kiest dit uit voor mooi, mij. Het is mooi, maar. Oké, laatste check. Ben ik gedaan, gefixt, hoe jij het mooi vindt. Ik wil toch wel wat, omdat ik die lipstift wil ik toch wel wat glitters nog aanbrengen. Heb je iets van glitters? Waar, op je lippen? Nee, hier. Oh, ja, ik heb hier een heel palet. Palet? Moet je wel even uitleggen welk palet het is? Dit is de Glow Kit van Anastasia Beverly Hills. Met wat doe ik dat? Wat is dit eigenlijk? Ja, met die kan je dat doen. Vlinder. We gaan dan voor, omdat ik toch wel, het is best wel excentriek geworden. Dus ik denk dat ik gewoon ga voor de gumdrop. Waarom? Ik zou het niet weten. Let's drop some gums. Dus die gooi ik dan hier. Is dat genoeg dan zo? Ja, zo. Waar wil je dat doen dan? Hier zo. Bij mijn ogen? Ja. Oh. Niet. Of naar binnen? Ja hoor. Gewoon het net iets wat meer feestelijk komt. Kijk naar. Dit is heftig gewoon. Geloof me nou. Hier ga je echt blij van worden. Dit is gewoon, die finish een touch waarvan je denkt, hoe komt die erop? Ik vind die shape wel mooi, shoot. Shape? Maar nee, maar kijk, wacht, die shape is drie laagjes verdeeld. Dat is kijk. Dus die shape zo. En dan heb ik hier zo een stukje van die oogschaduw met die gouden glitters. En nu heb ik daarna met die gumdrop, dat ik hem doorgetrokken, zodat je meer egaliteit krijgt in het geheel. Egaliteit? Egaliteit, biggest. Egaliteit? Egaliteit. Dat is geen woord. Ja, bij mij wel. Vandaag is het ontdekt. Weet je wat? Kom maar even staan. Hier, in de spiegel. Zo, mijn ogen lijken groen. Die groenheid van je ogen, wat hier zit, dat ontstaat doordat ik die roze tint bovenop je oogkas heb gebruikt vanuit het midden van je iris naar buiten heb getrokken. Ik vind, je hebt mijn ogen heel natuurlijk opgemaakt. Was dat de bedoeling? Ja, waardoor ik dus echt een leuk zomer make-upje heb. Ik vind dat je die shape echt fantastisch hebt gedaan. Zie je dat die gekke dikke streep wat jullie altijd zetten dat het te veel is? Dat is too much. Dit is gewoon prima. Ik vind de kleur lippen eigenlijk heel mooi. En mijn oogjes, ja, zo kalig opgemaakt, zeg maar, met zo'n oogpotloodje halverwege. Waardoor wat ik nooit dus doe. Ik doe spreken. Altijd eyeliner. Waardoor je ogen gaan spreken en niet de make-up gaat spreken. Je ogen spreken en niet de make-up gaan spreken. Onthoud die. Goed. Ik vind dat je het goed hebt gedaan, Sjoe. Ik heb vroeger een buurtcenter gehad, voor de mensen die dat niet weten. Daar heb ik een make-up opleiding gedaan. Dus ik weet nog een beetje van mezelf hoe het een beetje speelt en werkt. Nog niet meer helemaal, dus even wel weer even nadenken. Het was wel weer heel erg leuk om te doen. Dus vandaar dat ik het een beetje nog kan. Ja. Voor een beetje. Dus misschien voor de mensen die denken, hé, hij heeft er wel een beetje verstand van. Hij heeft dus een beauty center gehad. Long way ago. Ik kan wel zo doen. Ik kan zo naar buiten, toch? Jongens, oké, laat even in de comments weten of jullie vinden dat ik zo naar buiten kan zonder dat ik verschut loop. Duimpjes omhoog. Vonden jullie het leuk om te zien hoe hij mij heeft opgemaakt? En willen jullie vaker dit soort gekke video's zien van ons? Dankjewel voor het kijken, iedereen. Goed zo, Bali. Doei. Ciao. Ciao.